dat dacht ik al. We doen die wel als trofee hierin, joh. Ja. Doen, vinden we niet erg. Dus ja. Hey, ik vind Waluigi... is niet zo poggers. Nee. Ga ik niet zijn. Oké. Ik heb niet opgelet op de tekst, dus ik heb geen idee hoe het werkt, behalve wat je me net hebt uitgelegd. Prima. Oh, weer laatste. Alhoewel je zou kunnen zeggen dat laatste nog redelijk voordelig is, want dan weet je al wat de rest heeft gedaan. Op de DS vond ik het juist altijd chill als ik laatste was. Ja, waarom? Nou, omdat vaak als ik eerste was, verloor ik. Oh. Dat ten eerste. Maar ik vond ook chill dat ik had dan al gezien wat er gebeurd was. En dan heb je... ben jij als laatste, dus dan heb jij het laatste zegje of zo. Ik weet niet precies wat mijn smoesje was, maar... ja. Daisy. Ik heb deze, dit is de baan die ik het minst heb gespeeld voor deze. Ah. Koopa Kid, kijk, begint al lekker. Doe zo'n equal. Die vind ik wel, joh. Oh, niet coins met mij. Oh, dat is plaats. Wow, yo. Oh, wat kut. Ja, voor jou niet, maar voor mij wel. Ja. Oké, okay. Nou, kijk, je ziet dus dat Waluigi een loser is, hè? Maar dat wist wel, hè? Ja, dat klopt. Oeh. Wat gebeurt hier? Wow, joh, dit is moeilijk. Wow. Oh, je moet dat zakje pakken. Ah, kut. Hij krijgt hem ook nog ook. Ik had het wat niet moeten zeggen. Ik help je ook gewoon. Ja, want dat had ik echt zelf niet uit kunnen vinden. Nee, daarom. Dan denk ik, ik zeg het eventjes, maar dat was niet zo slim achteraf. Oh, ik kom weer op zo'n... Nou, gaan we weer zo beginnen. Spider Stomp. Oké. Okay. Move fire. Oké, okay, ja, je moet gewoon die spinnen dood maken. Kom maar goed. Oh, ik zit ook helemaal in de verkeerde... scène. Verkeerde scène, ja. Oh, ik zit helemaal niet met jou. Ik dacht eventjes... dat ik met jou zat, maar jij bent natuurlijk helemaal niet Daisy. Waluigi is aan het falen, ja. Ah, ik ook, at the moment. Hoe vaak moet je ze beschieten? Ik dacht dat je gewoon één keer moest, joh. Dat was helemaal niet. Oh, er komen er steeds meer. Ah, ik ga hem. Kijk, lekker bezig, Daisy. Ah, do be loving Daisy. Hij loft Daisy weer, hoor. Ja, ik ben een kleine simp voor Daisy, volgens mij. Snap ik wel. Daisy is wel hotter dan Peach. Ik ga even met je zeggen. Oh, wat doet hij nou? En Rosalina dan? Hij wordt helemaal woest. Wat? En Rosalina dan? Ja, Rosalina is helemaal een droomvrouw, maar ja. Die zit niet zoveel in zoveel Mario games, hè. Dat is jammer. Nee, dat klopt. Dit is waarom ik van deze jou. Droomvrouw. Behalve dat ze niet echt is en gemaakt is uit pixels, maar dat is... Dat houden we eventjes terzijde. Oké. Okay. Oh, ze komt ook nog op mijn vakje. Mochten de mensen op de stream zich afvragen waarom ik op mijn telefoon zit? Ik ben even iets voor mijn werk aan het regelen ondertussen. Kan allemaal gewoon. Wat een haat. Wow, 10. Ja, dat kan. Stinky Orb, stond dat nou? Of kan ik niet lezen? Nou ja, dat sowieso. Allebei.
Oké. IMAP. Waar ben ik? Oh ja, ik ben Boe. Dus dan sta ik daar. Ja. Hoeveel had ik? 4. Oké. 2. Oké, dan doen we die kant. Ja, laten we maar even kijken wat er is. Maar Munty, leuk dat je kijkt. Oeh, wel. Doe de volgende keer mee, want dit is dus online. En de volgende keer kan Munty gewoon meedoen als hij wil. Ja, ik vind het best. Hey, oh, zijn keer... we nou samen? Ja. Ah, wat leuk. Wat gezellig. Het zou triest zijn als we niet zouden winnen. Jawel, nee, zo moet je niet doen. Zo moet je niet doen. Oh, alleen move? Oké, okay. Dan snap ik het wel waarschijnlijk. Waarschijnlijk moet die bal gewoon naar het einde. Ja. Oké, we gaan wereldrecordje. Wereldrecord ook. Oh nee, het scherm is opeens breed. Sorry als je het niet kan zien, Munty. Ja, waarom is het scherm ineens breed? Ja, dat doet hij soms bij sommige minigames. Daar hadden Just en ik ook al last van. Bart, oké. Okay. Oh. Sandy staat in de weg, ja. Help me met die, alsjeblieft. Ja. Fuck. Ik wil... Die brug is het moeilijkst. Ben je niet daar langs dan? Nee, ja, dan moeten we niet doen, want dat is veel te zwaar, zeg maar. Oké. Oh, de... Wie kan terug? Terug is dan heel zwaar. Ja. Nee, kut. Oh fuck. Ja boy, dit gaat fout. Ja, we verliezen. Ja, we zaten te veel te risken. Ik heb geen Dolphin en geen goede PC om GameCube games op te doen. Ah, jammer. Ja, jammer. Als wij hem via de trap hadden, of de bridge. Hadden gedaan, dan was het goed gekomen. Ja, zeker. Maar ja. Ach, doe even rustig aan, gast. Daar gaat de minigame star. Nou ja, sowieso, die krijgt deze nu. Ja. Die heeft wel nu, tot nu toe het meest gewonnen. Dus. Nou, je moet in ieder geval een decent PC hebben om dit te kunnen runnen, denk ik. Ja, ik denk dat het niet heel zwaar is. Ik bedoel, het is... Ja, op mijn vorige PC kan ik het ook niet. Uit... Ja, oké, dat is waar. Dolphin is op zich... Ik kon het ook niet op mijn vorige PC, maar die was ook wel een beetje aan het einde van zijn latijn, zeg maar. Hij wil niet. Ja. Ik denk, wat is de computer mal aan het doen, maar jij bent het. Mhm. Dus. Oh, ga je nu... Oh, jij mag dan... dingen afnemen of zo. Wat doe je? Waarom kijk je naar mij? En Waluigi? Ik vind dat eng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ik weet niet of ik het met die 4 moet doen. Zou ik het gewoon proberen, maar het kost wel 10 coins. Maar dan weten we in ieder geval allebei hoe het werkt de volgende keer. Oh, ja, 3 dice blocks. Ja. Oké, top. Ik snap het niet, zeg maar. Wauw, kom op. Ah, gelukkig. Ja, ga je nu sterren van me afpakken dan zeker? Ja. Ja, kut, sorry. Nee, je moet die andere kant... Ja, dat wist ik niet. Ik dacht ook eigenlijk dat negatief was, zo'n boelenpil, maar natuurlijk niet. Voor jou is het negatief? Ja, nee. Ik dacht dat het voor jou negatief was. Wanneer maar... Super Mario Party Online? Ja, dat kunnen we ook wel een keer doen, maar die vind ik iets minder leuk. Ik ga wel die nieuwe Super Mario Party halen. Als in de Switch versie? Ja. Ja, die heb ik niet. Oh, die heb je niet, ja. Nee. Oh, geld. Money.
Steam heeft ook Summer Sale op het moment, toch? Ja. Zit er nog een leuks bij? Ik heb Dicey Dungeons gekocht voor 4 eurotjes. Oeh, wat is dat? Ja, dat is een game die ik bij Rick had gezien. Oh. En ik vond hem wel leuk. Alleen... Ja, dit ging echt slecht. Dus ik had hem eerst illegaal gedownload. Zo van, nou dan kan ik hem in ieder geval spelen totdat ik hem koop in sale. Ja. Nou ja. Hier ik had ook wel een beetje gehoopt dat hij in Summer Sale... Hier moet je volgens mij... Oh ja, over die borders heen. Deze ken ik. Ja, ja, ja. Deze ken ik. Ik denk dat deze best lastig letterlijk... is. Met computer. Oh ja, dat zou best kunnen. Maar heb je letterlijk zo eentje in de DS? Of ik ken hem van... Oh, je moet ook... Oh, je moet schuin lopen? What the fuck? Oh, kut. Oké. En je moet zo lang mogelijk er blijven? Neem ik aan. Ja. Waarom moet je beide pijltjes ingedrukt houden? En waarom niet gewoon naar voor? Dat vind ik heel verwarrend. Ja, normaal heb je een... normaal heb je zeg maar zo'n stick. En dan is het iets makkelijker. Ja, dan is het ook logischer. Munty heeft ook Dicey gekocht. Ah, nice. Hij vindt het ja, echt een topgame. Ja, kun je niet samen doen. Dus dat is echt een singleplayer game. Hmm. Volgens mij heb ik dat wel eens gezien bij jou op stream. Of misschien in je highlights. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik vind het wel een redelijk leuk spelletje om te spelen, hè, zo af en toe. Dus een soort RP... Ja, ja, het is gewoon een beetje vechten en dan met dobbelstenen heb je attacks die je moet doen. Ja. Alleen het is wel ook redelijk wat tactiek, maar het is ook wel redelijk wat luck-based. Dus. Eigenlijk net Mario Party. Ja, alleen ik denk dat er wel iets meer tactiek in zit bij... Gaat hij dit weer doen, hè? Ik denk wel dat er iets meer tactiek in zit bij Dicey. 11, 12, 13, 14. Dan hebben jullie weer alle drie. Ja, maar dan moet je wel lukken. Volgens mij heb jij ook echt precies de goeie. Of zouden ze allemaal drie Dicey worden? Nee, de rest volgens mij 1 of 2. What the fuck, man. Hebben wij straks nog sterren over, of... Nou, ik ga inderdaad shiny hunten, want dat kan ik wel opgeven, jongens. Deze game. Nah. En dan sta je weer ook zo dichtbij. Wat is het voor kutmap? Waarom heb ik deze uitgekozen? Waarom heb je niet gezegd van... Ja, maar Sander, wow, wacht eens eventjes. Deze is kut. Ja, Justin wil deze ook nooit doen. En dat zegt hij niet even, nee hoor. Kan ik gewoon zo? Dat wil ik niet, maar ik was wel benieuwd. Oh, een mushroom orb. Nou. En nu wordt het voor jou wel lastig om mij te raken. Dus dat is... Oh ja, tuurlijk ben ik met jou. Ga je nog meer geld krijgen? Pray net alsof jij dat voor mij gaat zorgen. Ik denk dat jij nu geld krijgt omdat je met mij bent. Oh, deze. Nee, deze is kut. Oh nee, deze is als je in je eentje bent. Kut, never mind. Wajo! Oh, kut. Verkeerde kant op. Ik kan niks. Schiet! Ja! Wajo! Ik ben echt slecht hierin. Schiet dan! Nou, wat een kut. Oh! Ah, fucking... Schiet! Schiet! Godverdomme! Ja, lekker. Zit trouwens nu op Steam te kijken en ik zie een game die door studenten is gemaakt. Een soort vliegengame en die kost maar 74 cent. Wajo. Wat? Welke game? Of is ja. Mum die aan het kijken? Munty is dat te kijken. Ja, sorry. Ah. Ik zat te voortellen iets wat Munty aan het doen was. Ja, oké. Okay. Ik hoop straks dat je ziek hard genaaid wordt met de pauze. Ik heb 11 sterren. Ja, je hebt 11 sterren. Ja, dat kan ik al niet meer inhalen gewoon. Oh, dit is nice. Ja, is dit nice?
Nou ja, we komen nu ergens anders terecht. Dus dan kom ik niet voor jullie, zeg maar, bij die change-ups. Nee, wat kut. Hoe ga ik zo ooit nog kunnen winnen, gozer? Ja, mijn laptop valt weer uit. Die game heet Super Light, zegt hij. Nou, er is niemand in de buurt. Ah, rood. Ik word echt genaaid. Jij wordt genaaid. Oh, ja. Oh, dat was alleen maar om jou te triggeren. Ja, maar als ik dat nu doe, dat... Dit heeft nu helemaal niet zo heel veel nut meer. Even denken. Hoeveel moet ik vanaf daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Wel met 3 blokken, dat is op zich... Dat is op zich 5 per blok, ongeveer, iets meer. Dat doen. Moet ik er wel eerst nog komen, maar... 4, nee, ik wil meer. Ja, dank je. 13, oké. Ah! Nee, wat kut dit. Moet ik nu naar boven? Ja. Nee, ik wil naar boven, ja. Dank je. Ja, doe maar. Please, oké, 6. Ah, fuck. Oh, precies 16. Ja, net. Oké, nou dan... Ik dacht toen ik die 2 gooide, toen dacht ik echt van... Ik ben verloren. Nou, ik sta in ieder geval tweede. En deze staat nu later dan. Nog maar 7 sterren, dan heb je er net zoveel als ik. Nou, deze en ik, dat is echt een super team. Ook gewoon negeren wat ik zeg, hè. Oh ja, dan moet je ground pounden om... Ja, oké. Okay. Ja. Dus en ik moet jullie kicken, oké. Dat wel meer niet. Jawel, dat stond er. Oh. Go! Hey, doe nou niet zo... Oh, waarom vallen vanaf? Waar blijf ik? Oh, waarom kan ik niet lopen? Ja. Finish. Easy win, boys. Wou de game kopen, dacht heb precies 5 euro en 74 cent, maar heb maar 93 cent en de game is een half uur, dus skip wel, maar zag wel lekker uit. Okay. Ken jij Nienwezen, Sander? Ja. Ja, die heeft ook een eigen game gemaakt, die komt ook binnenkort op Steam. Oh, is dat iets met een egg of zo? Ja, ja. Ja, volgens mij had ik dat wel gezien. Oh, dat moeten we betalen. Maken. Tien coins, oké. Okay. Wat een cupmap is dit, zeg. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het best leuk. Nee. Wat al meer dan een paar jaar terug. Oh ja, niet in wezen bedoel je. Ja, dat klopt. Wat? Is dat al meerdere jaren bekend of zo? Nee, een paar jaar terug had niet in wezen een andere game gemaakt. Oh?
Oh, dat wist ik dan weer niet. Die heette iets van Cube of zo. Ah, dit is kut. Ik hoop dat die minder gooit dan waar ik sta. Is het meer? Nee, dat weet ik niet. Ah, precies. Wat een lul. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Nou, nog maar 6. En dan ben ik bij je. Oh ja, flippen, ja. Ziek hard genaaid straks. Dank je. Oh, nee, nee, nee. Jawel, mag wel hoor. Oh, dit ja, is dat soort. Bedenk ik me nu. Waarom ga je tegen Waluigi? Ik sta tweede. Ja, maar jij... Hoe heet het? Als je het slim berekent, hè? Jullie hebben allebei 4 sterren. De kans dat ik van Waluigi win is veel groter dan de kans dat ik van jou win. Ja, oké. Nou, dat betwijfel ik ook een beetje, oh, maar... dit is volgens mij Ground Pounded. Dit is wel een leuke game volgens mij. Oh, nee. Oh, deze is ook leuk, ja. Even kijken. Ja, je moet gewoon zoveel mogelijk maken. Ja. Move a bitch! Move it. Wat doet Waluigi? Wario, weet ik het. Een van die twee. Wat doet hij ook? Waarom is hij zo'n debiel? Echt hoor. Oh, hier word ik zo boos van. Waluigi, doe even je best, please. Ja, zo kan ik ook winnen. Dat je zo wil winnen. Hé, dat is mijn tekst. Oh, kut. Oh, dit hangt er nog om. Ja, ik denk wel dat ik gewoon heb. Easy. Ja. Wauw, dit is kut. Lekker, lekker voor je. Beter dan een ster. Wat kut. Nou, op zich is dat nu kut, want Daisy gaat jou nu voorbij en dan kan ze, zeg maar, dan kan jij Daisy weer pleppen. Oké, gewoon move. Nou, dat komt pas. Waarschijnlijk moet je gewoon weer dingen ontwijken of zo. Ja, dat klopt. Oh, maar ik ben met z'n twee. Oké, nou, ik ben wel met Daisy. Dat scheelt. Dit was mijn fout. Ah, kut. We gingen net niet ver genoeg. Fuck. Ik denk dat dit een wereldrecord is. Ik heb niks geraakt. Hoe dan? Je bent met fucking Waluigi. Ja, maar in deze game doet de computer niks, hè. Dit is volledig jij of ik, zeg maar. Omdat, dat kunnen ze niet maken, zeg maar, als de computer hier wel wat doet. Oh. Ja, nee, oké, dan had ik het ook niet kunnen winnen. Fuck. Nou, die gaat jou echt niet halen hoor, daar geloof ik niks van. Nou, het kan wel. Ja, dan moet ze 20 gooien ofzo. Ja. Nee, hij gaat op mij! Ja. Wat een kutspel. Lekker voor je. Oké, ik weet dus als ik 19 heb, dan moet ik op jou focussen. Oh, ja. Oh nee. Huh? Hij had zo'n item ingezet, zo'n bot. Hé, wat doet zo'n bot? Wat? Ja, dan negate hij zo'n hondenaanval. Oh, oké. Nee, nog maar 5. Wat een kut game. Jij wil zo graag aftellen, hè? Nou, dat ik gelijk sta, hè.
Oké, die kan ik wel hitten. Dat is zo. Oh, jij gaat natuurlijk ook nog verder. Dus als ik 20 krijg, dan betekent niet dat ik jou... Oh, please, krijg 3. Nee. Ja, dat moet je sowieso doen natuurlijk. Oh, 10, 20. Krijg je dan ook nog eens coins? Nee, dat niet. Nee, dat scheelt. Dat is een beetje jammer weer. Oh, maar dan kun je mij zeker ook nog weer hitten. Die kans is best aanwezig. Ja. Nou. Jawel. Ik hou zo erg van deze game. Precies ook op mijn... Ik haat dit zo erg. Hoe kan het zo eenzijdig zijn? Wat een... 12 fucking sterren. Dit is toch niet meer leuk. Ja, sure. Maakt toch niet meer uit. Ik hou van Sander Sal. Nee. Huh? Yo, ik ga gewoon niks doen, weet je wel, maar toch niet zoveel meer uit. Thee? Ja, ik weet niet wat het is. Nou, boeien. Maakt toch niet uit. Ik zal even dingetjes opstarten. Hardcore. Nee, Sam. Jawel. Doe nou eens normaal. Nee. Niet zo slecht te verliezen. Dit is niet te winnen. Dit is niet te winnen. Los zag je dat. Ja, maar wow. Ik kan niet die kleine besturen, want ik weet niet wat C is. Waluigi, wat ben je aan het... dat je dit hebt gewonnen. Wow, ik heb een minigame gewonnen? What the fuck? Nou, wat, daar nee, ga nee, ik veel aan hebben. Daar ga ik veel aan hebben, zeg. Poe. Sander, nee, daar haal ik 8 sterren mee in. Nee, dat is chill. Nee, dit gaat echt helemaal goed komen. Ik doe nooit een Mario Party met je, echt. Hoe kut dit? The Master Rules. Ja, en vals spelen. Negen. Ah, dat wordt alleen maar moeilijker raken. Oh, nog zo'n pot. Oké, nou dat is op zich niet erg, maar ik ga hem toch niet hitten. Oh, dan kun jij natuurlijk weer... Heb jij natuurlijk weer 10 of zo. En dan krijg jij weer die bitch. Die hondenbitch. En dan moet ik jou weer... Dan kan ik het weer niet. En dan... Ah, leuk joh. Nou. Jij kan het volgens mij net zo goed niet doen. Volgens mij hoor, want... Ja, deze kun je wel halen. Ja, maar ja, geef maar 1 ster. Weet je hoeveel ik nodig heb? 8. Nou, Sander, als je meer dan... volgens mij moet je 24 gooien om Waluigi te pakken. Nou, laat maar. Ja, nee, dat gaat vast lukken. Ik haal dingen niet eens, joh. Ja, ik denk deze wel. God for the tyfus. Ik kan best gewoon die kant op, want het doet toch niks. Wow, nou dat scheelde ook niet veel. Goed bezig, Sander. Je staat tweede, come on, je kan het. Laat die zo neerbuigend goed bezig lopen zeggen, deze man. Echt. Het is ook nooit goed. Gewoon uitvoer. Het is ook nooit goed. Zweet en tranen. Volgens mij. Ik moet mijn lichtje weer op je schijnen. Oh ja, nee, dat is wel zo. Go! Je natuurlijk weer eerst op mij. Heb jij ogen in je hoofd, Sander?
Kom op, Waluigi. Doe even je best. Ja, hij doet hartstikke zijn best. Zo lang heeft het nog nooit geduurd. Zeker niet voor computers. Wow, yo, is dit een expert CPU of zo? Wat is dit? Je hebt gewoon gewonnen. Nee, nou, game staat voor niet. Jou. Finish. Ja, hé. Hey, telt dat voor 8 sterren toevallig? Zeven trouwens, maar. Telt dat voor 7 sterren toevallig? Nee. Oh, wel 8. Never mind. Oh, Bowser is boos. Oh, wat leuk. Gaat hij straks mij ook nog naaien, hè? Let maar op. Dan gaat hij van iedereen gaat hij straks mij naaien. Zou wel terecht zijn, though. Zou wel terecht zijn. Dat staat nergens op. Jij staat fucking eerste. Oh, Waluigi, let's go. Goeie, heel laag. Ja, dank je. Waarom gaat hij niet naar dat DK-vakje toe? Of doet dat niks in deze game? Jawel, voor... dat kan iets halen. Maar je zou geen ster kunnen pakken. Nee, oké. Okay. Jammer. Het is het allemaal niet echt. Ik kan wel boven langs gaan, maar... Nee. Oh, dat maakt ook niks uit. Je komt toch weer op hetzelfde. Gaat hij zo'n boom kopen? Alsof je niet genoeg sterren hebt, joh. You mad, bruh? Morgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, er is niemand in de buurt. Ja, deze is daar, maar... Dan moet ik 2 dingen hebben en dan kan ik niet kopen. Kan je wel doen, want als je 3 dingetjes... Oh. Met 3 dobbelstenen kom je daar toch makkelijk. Ja, maar je kan met hem geen 3 dobbelstenen. Je kan met hem 1 of 2 en voor 2 moet je 20 coins betalen en dat heb ik niet. Wat is dit nou? 1? Gas, doe even normaal. Oei, battle. Oh ja, dan gaat het zeker weer winnen. Oh, oh 50. Oh mijn god. Wat een pot. Ja, maar jij gaat het weer winnen. Oh nee, niet deckhands. Final Countdown, ik weet niet wat het is, maar het klinkt, ziet er leuk uit. Deze komt ook terug in de nieuwe Mario Party. Oh. Je kan elkaar punchen en je moet zorgen dat je niet naar beneden valt als hij op 0 staat, zeg maar. Oh, oké. Nee, dat is wel leuk. Go! Daisy gaat eraan. Oh, yo! Wat? Nee, kutzooi. Nee, Daisy, kut Daisy. Ik dacht dat we vrienden waren. Nou. Tot zover mijn liefde voor Daisy. Ja. Rosalina is toch mooier. Ja. Oh yeah, I won. Ik ben ook... niet eens traden. Hoezo krijg jij nou weer 6 coins? Kan ik geen ster van je afpakken hoor, dus wees maar niet bang. Wat is dat nou weer? Zeker weer dat Milan sterren krijgt of zo. Dat is altijd in deze game. Sahandersalt. In de chat. In de chat. Wat een loser. Waarom doet ze dit eigenlijk? Want dit schiet toch niks oh, op. Oh, ze had mij best wel kunnen halen. Plus 0 sterren. En ook helemaal die ene mushroom verneukt.
Ja. Ja, doe maar joh. Nu heb je praktisch gezien gewoon 13 sterren. Nou, nee, dat gaat vast goed komen. Gaat hij battelen hoor. Ja, en dan gaat hij natuurlijk weer sterren krijgen van iedereen en zo. Nee, ik denk dat dat niet kan. Maar coins wel, dus dan ga ik voor Daisy. Jawel, want ik zag hem ertussen staan, die optie. Ah. Op zijn minst verlies ik nu niet, dus ik vind het op zich niet erg. Sander Salt, ja, maar dat is ook wel terecht hoor. Milan heeft fucking 13 sterren. Dat is echt niet eerlijk gewoon. Oh, dit ga je sowieso winnen van de computer. De computer is een fucking debiel. Die kan er niet eens op een platform blijven staan. Kun je nagaan platformen die uitgaan. Oh, ik heb een shiny Totodile. Nice. Nee, was dat maar zo. Ga verder neer. Ah, wat doe je, Daisy? Ik krijg heel veel Sander met je ogen. Ik krijg heel veel Sander Salt in mijn chat. Ik krijg één, maar... Van een of andere munt. Ah ja, wel van munt, die. Oh ja, als je sterk hebt, wow, hè. Wauw, wat een tyfusspel. Lekker voor je. Doe je zo voor je best, dan krijg je deze onzin. Doe je zo je best om random 12 sterren te krijgen die je helemaal niet verdiend hebt. Oh nee, tuurlijk niet. Zie je hem erop? Nee, dat bepaal ik zelf wel. Hoe werkt dit? Oh ja. Sander is altijd in de chat. Dat moet ik nou doen. Ik denk dat ik voor Waluigi ga, want dat is een easy win. Dan was het hartstikke dom, maar dat boeit me niet. Ik snap waarschijnlijk dat je niet tegen mij durft. Ah, dit is luck beest, godverdomme. Dit is luck beest toch? Volgens mij wel. Hebben we deze niet laatst ook gedaan in 4? Nee, had deze in mijn stream. Toen moest Justin dit tegen de computer doen en toen verloor hij deze. Oh. Fucking ga erin. Nee! Godverdief. Sterretje. Dan stop ik. Dan ga ik letterlijk mijn scène van Heart Gold en Soul Silver Shining Hunt en dan stop ik er echt mee. Sterretje. Nou. Oeh, ik ben alleen. Coin op Bob. Oh, je kan coins verdienen, Sander. Je kan het. Oh, wat moet ik iets doen? Sorry, ik moet even kijken of ik een shiny kreeg. Ja, sure. Niet dat het nog uitmaakt, maar... Oh, shit. B... Oh, ik ben... Sorry, ja. Dit... B... A... Ik had... Fucking deze. Doe even normaal. Je weet toch waar de A-knop zit? Je kunt toch... Oh, kijken. Ik weet niet wat mijn X is, dus dat is lastig. Enter. Daisy, wat doe je nou? Ik had
Ik zat in Discord met mijn toetsenbord, dus zij deed niks. Inderdaad, mijn T-sterretje. Ik was even vergeten de scène twisten, sorry boys. Echt? Ja. You fool. Oeh, we krijgen een Bowser Shop. Nou, daar zal ik er wel weer op komen dan. Dat is hoe deze game zal gaat. Anders zal het in de ja, chat. Ja, gek. Chat. Oh, botje. Oeh, coins verdelen met iedereen? Ja, dat is maar sterren met iedereen. Oh verdelen. Nee, wat? Oh, what the fuck? Oh, dit is een magische sterren met iedereen verdelen. Maar nee, dat doen ze niet, hè. Nee, want die kan je alleen maar met skills halen, ja. Die kan alleen maar met goed. Skills, hoe heb jij ze dan gehaald, hè? Nou, met skills. Hier, kijk, hè. Als hij nou heel hoog gooit en hij gebruikt die chain chomp, dan is hij echt een hol. Zo. Hier, hij gooit 9. Oké, okay, ja, dan kan hij wel gebruiken. Omdat dan zijn... als je dit doet, dan ga je zeg maar je stappen weg. Oh, ja, ja, ja. Echt zonde van zijn item, zeg maar. Ik denk dat hij mij nu wel kan halen, omdat ik geswapt ben van positie met deze. Yo, adios, Munty. Ja, ik denk wel dat hij me haalt. Wat doet hij? Oh. Gaat hij naar Daisy toe? Ja, maar ook naar mij. Kijk, daar sta je. Oh. Ja, maar jij hebt zo'n bot natuurlijk weer. Nee, want die is maar voor één keer, hè. Oh, ik dacht dat hij 3 beurten lang kreeg. Ja, maar je krijg, als die gebruikt is die gebruikt, zeg maar. Oh, was die gebruikt geweest? Oh. Ja, net door Daisy die mij stampte. Oh, dat had ik niet door. Maar het zat shiny aan Nee, maar kom op, het is al niet leuk als je... Oh, ik heb geen coins. Oh, kut. Als je 3 tegen 11 staat, dat is toch niet te doen gewoon. Dan kan ik al niet meer winnen. Daarnaast is het fucking turn 4 of zo. Nog 4 turns left, dus ik kan sowieso al niet meer winnen. Dus waarom zou ik nog meedoen? Sander, doe nou eens gewoon leuk. Ja, dat is erg lastig at the moment. Oh, deze. Ja, tuurlijk. Nee, die ga je sowieso winnen, want de computer kan niks. Nou, dan krijg jij nog weer een ster erbij. Sande. Zeg alleen maar de waarheid. Maar ja, waarom heb jij allemaal skill minigames als je een duel krijgt en ik allemaal luck minigames? Degene met skills krijgen de skill minigames en degene met luck krijgen de luck minigames. Zo werkt het. Oh, alsof ik zoveel luck heb. Ja, nee. Wow, die Waluigi gaat gewoon goed, hoor. Ja. Nou, dat... Nee, oké, nu niet meer. Moet ik nog zien. Ik kan net zeggen, ze verneuken het altijd, die computers. Behalve de 2 computers tegen elkaar dan. Ultimate verneuk. Dan duurt het gewoon lang, maar dan één verneukt het wel minder, zeg maar. Okay, 10 coins. Nou, dat is beperkte schade, laten we het daar houden. Oh, ik ben... Ja, gooi ik een keer 10 en dan... Oh shit, ik had even moeten kijken. Ja, volgens mij kan je in ieder geval Daisy halen.
Je kan in ieder geval Daisy halen. Wacht, heeft hij nog sterren, Daisy? Weet ik niet. Wauw. Wat? Nou. Hier, dit bedoel ik. Ik kan beter stoppen met mijn geluk. Nee, Daisy is te ver weg voor je. Oh, en Daisy heeft ook geen sterren meer. Ja, maar ja, ik moet toch die kant op, want iedereen zit daar. Mm-hmm. Versus. Ik kan nog de minigame star winnen. Niet dat het uitmaakt, maar gewoon puur... Het zou nog kunnen, want ik heb redelijk veel minigame, ja, weet hoe dit werkt. Nou, maar ik denk dat Daisy de minigame star gaat winnen, want die had namelijk die battle minigame gewonnen waar we fucking veel coins konden winnen. Oh ja, dit gaat natuurlijk op coins. Mm-hmm. Ja, nee, dan... Nee, dan... gaat het inderdaad... Ah, fuck! Fuck! Kut! Kutzooi! Hè? Hoe dan? Ik deed een heel klein beetje naar voren en toen ging ik er al af. Nou, dat sloeg nergens op. Oké, dit was ook maar nergens goed. Finish! New record! Nu ineens is hij weer vet breed. Fuck. Yep. Ja, op mijn stream knipt hij dat er gewoon uit. Echt? Dat wat breder wordt, ja. Oh. Dus je ziet gewoon alleen het middelste gedeelte wat je altijd... Ja, dat is bij mij ook, ja. Ja. Daar komt dat ik hem gewoon zo geknipt heb. En ik ben ook niet het laatste. Dat is misschien nog wel het kutste. Als je laatste bent, dan heb je nog een hulpje van Bowser. Maar nee. Niet dat het veel uit, maar even... Ik denk niet dat je 10 sterren kunt winnen, dus... Dit is zo kut. Voor jou of voor mij? Voor iedereen. Dus dan ook voor jou, dus dat is gunstig. Ja. Bye. Oh. Ah, Luigi. Vind je het nou leuk om zo erg voor te staan? Ja. Ja, maar Sander, ik vind het alleen jammer dat jij zo slecht tegen je vriend staat. Lijkt me dus echt heel saai. Want ja, ik weet zeker dat jij het heerlijk zou vinden. Ik weet zeker dat jij het heerlijk zou vinden. Ah, dat weet ik niet. Oké, ik kan wel tegen mijn verlies, maar niet als het zo gaat. Doe je zo? Ga je niet uit? Sander. Kan van zin een switch op zich. Oh nee, ik ben aan de beurt. 2 tegen 12. Kom op, dan zou jij ook boos zijn. Dat zou je ook niet leuk vinden. Misschien. Wow, daar gaan we hoor. Ja. Eenmaal slag is gemaakt. Ja, weet je, het boeit me ook niet meer. Weet je, ik ga nu gewoon voor de lol spelen. Oké. En ik vind het leuker om tegen jou te spelen. Tegen die. Fish and chips. Snap je? Fish and chips? Fish and chips. Ja. Ik ben niet debiel. Oh. Was aan de stand, merken we dat niet. Oh. Gaat die zo? Ja, maar dat vraag je ook gewoon om Sander. Omdat je zo salty bent. Waar moet ik naartoe dan? Je moet gewoon. Waarom gaat het de camera niet mee bewegen? Omdat je cheap cheeps gewoon moet ontwijken. Oh. Ja, maar.
Dat wist ik niet. Fuck! Fuck! Zou ik een sterretje winnen van je, denk je? Doe maar. Ik had die eerste aflevering, of de eerste video al, domineren en Mario Party genoemd. Maar eigenlijk is dat gewoon niks in vergelijking met wat er hier gebeurt. Ah, zo jammer dit. Oh, boe, je krijgt niks. Ik zou, oh, ik zou best wel met 20 sterren willen winnen. Gewoon dat iedereen 0 heeft en ik 20. Dat zou ik heel grappig vinden. Oké, dat zou... Dat zou ik wel groot in de thumbnail zetten als ik jou was. Ja. Gewoon een screenshot van dat jij 20 hebt en dat ik 0 heb. Of iemand anders, maar dat maakt niet zo uit. Gewoon 0 versus 20 en dan... ik heb gewonnen. Ja, nee, dat klopt wel. Dat is zeker waar. Oké, we gaan super, super... Wat? Hoe werkt dit? Oh, je moet al die dingen weg hebben. Oké, okay, nee, ja, nu snap ik hem. Nu ga ik domineren. Zie? Je hebt wel gedomineerd, Sander. Ik ben trots op je. Fuck. Finish. Jammer. Ja, nou ja. Weet je, dit is gewoon niet leuk, want ja, ik wist niet hoe de game werkte. Ja, maar jij drukt zelf op start. Daar kan ik niks aan doen, Sander, zonder dat je het vraagt hoe het werkt. Ja, ik dacht je moet gewoon fire. Nou, dat is op zich waar. Ja, nou ja. Wat? Oké, Daisy, pak hem maar voor mij af. Boeit me ook niet meer. Pak maar. Ik gun het jou. Dat zijn leugens. Meer dan Milan, dus dat... Oké, dat zijn geen leugens. Dat is aardig accuraat. Ik was echt boos geworden als ze nu die van Valdewiji niet zou stelen. Ja. Oh. Deze heeft een sterje. En het wordt wel lastig voor jou om 20 te krijgen. Ja, dat is. Maar ik ben tevreden met 12. Wel. Oké, okay, hij gaat niet verwacht van je. Hij gaat mij eventjes in mijn kontje... Nou, dat mag ook wel. Oké. Of nee, jou. Nou ja, dat mag ook wel. Goeie gebeurt. Je gaat toch al niet meer winnen. Wat boeit één zo'n sterretje nou? Maar Sander, was dat niet je laatste? Nou en, maakt dat uit? Nee. Ik ging toch al niet winnen. Ah. Kijk, je kunt tweede worden en je kunt laatste worden. Maar ik stond al niet tweede, dus... dan derde of laatste. Je hebt nog een ster. Nee, maar dat boeit dan ook niet... Dan heb ik liever 0 sterren, dan laat het ook zien hoe oneerlijk deze game is natuurlijk. Dus dan heb ik liever dat dan... Ah, nice. Maar eventjes serieus. Het begin was al wel... heel lastig om van terug te komen. Ja, dat is waar. Maar Mario Party is voor de toen haalde ik in. Dus toen had ik hoop. Valse hoop. Als je iets niet moet geven, is het valse hoop. Oeh, wat kan je hier winnen? Geen idee. Sounds fun. Ja, yeah, sure. Kom op, hitte dan. Oh, shit. Oh, phew, ik krijg nog wel iets. 3 coins, boep, boep. Hey, ik denk omdat ik hem nu heb geraakt, krijg ik niks, maar niet veel mee. No right. Oh, picture this. Oh, daar ben ik slecht in. Wat is jouw favoriete game? Nou, daar ben ik niet zo goed in eigenlijk. Ja, als ik eerlijk ben. Oh, je gaat hem ook direct starten ook gewoon. Ik krijg niet eens... de tijd om de controls te kijken. Oh, sorry. Links en rechts, ja? Ja, nee, weet ik. Ik was ook gewoon aan het kutten. Wow, yo, Sander. Jij bent een meester. Ah, shit. Nee.
Wat yo! Nee. Is dit hem? Oh, iemand anders had hem eerder. What the fuck? Wat? Ah, dat is cheat Ryan. Ja, yes! Yes, lekker voor je! Is dat verder? Ah, oké. Okay. Ja, lekker! Lekker, Sander. Ik ben trots op je. Ik dacht dat ik hier heel slecht in was, maar het ging nu aardig goed eigenlijk. Dikke salto achteruit, backflipje. Ja, tuurlijk. Ja, als ik niet zo stijf was vandaag, dan had ik dat natuurlijk nu ook op cam gedaan. Maar ja, ik ben een beetje stijfjes, dus dat lukt me vandaag niet. Anders had ik dat natuurlijk, kan ik dat wel. Tuurlijk. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat kan jij. Ik vind dit wel een beetje zielig worden. Hè. Oh, krijg ik nul? Ah ja, boeien. Demolished. Finish him. Wanneer doen we iets anders op streamen? Wanneer doen we weer zo'n Pokémon bingo? Oh ja, dat kunnen we ook nog een keer doen. Nee joh, ik vind het veel te leuk om Mario Party te spelen. Ja, jij wel. Nou, ik moet zeggen, ik vind het ook wel gezellig. Yeah. Maar. Ja, hij heeft ook alles wel meegezegd. What the fuck? Oh, wat? Ik sta ook op een andere plek ineens? Ik dacht al voor twee personen die omwisselden, maar nee, iedereen. Dus. Nou, dan heb ik de vorige keer ook niet zo goed op gelet. Staat hij achter me, hoor. Heel sneaky. Yo, Beth. Ik weet niet of er iemand in de buurt staat. Oh ja. Oh! Nee. Geen duisblok. Ik als je het nou niet haalt, hè, Sander, met één duisblok. Dat boeit me ook niet. Hey, ik kom op een duo blokje, dat is ook leuk. Het wordt steeds leuker. Nee, maar dit deed ik ook wel een beetje expres. Laten we eerlijk zijn. Als je hem nou verliest en je verliest 10 coins, dan kunnen we beter stoppen, denk ik. Nee. Oeh, ik ga maar Luigi. Geen leuk minigame, please. Apes of Wrath? Oh nee, niet Apes of Wrath, oké. Hip-hop drop. Hip-hop drop, ik weet niet wat dat is. Oh ja, deze is wel kut, dan moet je elke keer het juiste... Oh, maar ik weet alleen A, B, X en I. Oké, nou ja, gaan we maar eventjes. R, ja, B... Yo. Ik ben hier zo niet goed in. Ik moet te lang nadenken op. Nou, ik moet zeggen dat je goed bezig bent. Holy shit. Oké, ja, nu weet ik een beetje waar alles zit. Nu ga ik wel redelijk. Wat? Ah, kut. Nee. Bijna flawless, maar je gaat wel winnen hoor. Gewoon bijna flawless. Okay, maar... Deze was echt heel goed. Ik moet zeggen, ik vond het redelijk gaan. Vooral omdat ik ook nog op toetsenbord speel. Ik weet als ik dit met een Twitch controller had moeten doen, dat het veel beter had geweest. Want dan weet je gewoon waar alles zit. Nu moest ik heel erg nadenken. Wat is L en wat is R? Mm-hmm. Pak even 2 sterren. Oh! Baby. He's back in the game. Dit vind ik stiekem toch wel mooi. Ja. Dan kan ik er zo meteen weer in stelen. Ja, dat boeit me niet. Dat boeit me niet. Oh, ik sta wel nog steeds vierde. Ik had verwacht dat ik nu derde zou staan. World Peace. Oh ja, deze. Ja, ik weet wel welke dit is.
Ik niet. Je krijgt zometeen in het midden zeg maar een figuur te zien. En dan moet je de twee juiste helften bij elkaar vinden, zeg maar. Oké. Okay. En ik sta bij jou dan? Of... Nee, jij zit bij deze. Ja, maar ik sta bij iemand anders in het vak? Of... Oh, nee, ja. Dat is wel een eigen vak. Go! Ja, oké. Okay. Waluigi, ben jij een klapmogol? Wat is dit? Wat? Ik was eerder. Het gaat fout. Daisy. Goed zo. Lekker Daisy, lekker. Ja, ik verneuk het zelf bij deze. Waluigi, ben je een mogol of wat? Ja. Kunnen beter alle twee zelf doen hoor, haast. Maar dan moeten ze hem niet pakken en niks gaan doen. Nee. Fuck, deze is lastig. Ah. Ik ken me voor me. Ja, Waluigi, je kan het. Lekker hoor. Klop. Oh, fucking Daisy. Ik wou, als ik hem zelf had gepakt, dan had ik kunnen winnen. Maar deze pakt hem, ja. Die gaat dan zo lopen kloten. Maakt niet uit. Nog twee turns? Oh, laatste turn. Gooi even weinig. Dat is niet weinig. Dat is zeker. Ja. Fijn weinig, maar in principe is dat niet weinig. Wat? Deze het nou gewoon niet? Oh, dan staat er niemand in de buurt. Zeker. Ik dacht dat jij in de buurt stond. Oh, lekker. Dan ga ik nu misschien derde worden, of was die niet van mij? Maakt niet uit van wie die was, hij raakt dat alleen hij raakt dat alleen kwijt. Och, okay, computers dat... tegen elkaar. Oh, dat is gunstig. Als... Nu moet Waluigi even winnen. Camp Okiki, wat ook is dat? Oh, dat is deze. Ja, de... Waluigi moet nog steeds winnen. Dat zou echt chill zijn voor mij. Waluigi, doe nou niet dom. Oké. Okay. Het enige wat ik van je vraag. Yes! Yes! Lekker baby. Lekker Waluigi. Ja, oké. Okay. Ja, dit gaat hij wel winnen. Waarom moet Waluigi winnen eigenlijk? Dan word ik derde in plaats van vierde. Ah. Ik had net nog een hele rant over hoe ik... nog liever vierde wordt dan derde, maar dat is nu wel een beetje veranderd eigenlijk. Ah, oké. Okay. Nu ik de kans weer heb. Ja, dan mensen begin ik toch te twijfelen. Topper. Nou, alhoewel, er kan nog niks gebeuren natuurlijk, maar... In coins, ja, dat is genoeg. Ja, happy boy. Ah, happy is een groot woord, maar nou, ik ben niet ontevreden. Die are not so sad, boy. Ja, dat. Ik ben niet meer heel salty. Ga je nou van mij afpakken? Meen je dit? Kun je ook gewoon niet, alsjeblieft? Beter pak je ook van Daisy af. Ja, dat was wel mijn bedoeling, maar... Ik kon er niet bij. Nu ben ik wel weer. Salty boy. Oeh, nice. Mag ik nog wel verder? Ja, je kan nu deze packen. Deze is dat voor je.
keer. Ah, oh, ik kan niet twee bloks. Oh, gelukkig. Gelukkig maar. Oh, en ook nog eens duel. Ik sta nu alsnog niet vierde, trouwens. Zie je, alles is goed gekomen, Sander. Nee, want ik sta nu nog steeds vierde. Nee, derde. Oh nee, want Daisy raakt erin kwijt, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Oeh, Waluigi, ja, hij gaat nog tweede worden, hoor. Hij gaat nog tweede worden. Hij gaat gewoon twee sterren jatten, zo. Ja, dat zou prachtig zijn. Ja, dat zou echt prachtig zijn. Ik hoop ook echt dat het gebeurt. Niet de apes. Bridgework, wat is dit? Please. Cheap chips ontwijken. Move, oké. Kom op, Sander, we geloven in je. Ik denk wel dat ik deze zou moeten kunnen winnen. Fuck, nee, kutzooi. Oef. Nou, dan hoop ik dat die niks steelt van je. Weet je, het is zoals het is. Dat is zeker waar. Ik kan hem nu toch niet meer aan veranderen. Oké, één ster. Dat viel wat te verwachten. Ja. Ik heb mijn geluk. Ik had verwacht dat ze van één kant zouden komen, omdat het in de video eerst ook gebeurde. Toen was dat ineens niet zo, ja. Ah, deze is niet zo interessant. Ah, nee, niet deze. Oh, 3 coins. Lekker. Ik ga gewoon A-spammen. Ik weet niet wat de A... Of er een betere tactiek is. Waarschijnlijk wel, maar... Ah, ik vind het nog aardig. Redelijk. Tactiek. Zeker. Ik heb meer dan 10 coins verdiend, dus ik vind het goed. Precies. Ah. Ik ben wel benieuwd wie er heeft gewonnen. Gaat die zo doen, hoor. Nee, ik hoop echt dat Waluigi heeft gewonnen. Ah, wat? Niet. Oh, wat raar. Even stars. Hey, het kan nog. Het kan nog. Oeh. Oh, de minigame star zit helemaal niet in. Nope. Maar de action star heb jij. Want jij bent 2 keer op de vraagteken gekomen. Oeh, 2 winnaars. Sander, we hebben allebei een ster. Hey. Oh, dit is gunstig. Dan kan ik nog boven Daisy uitkomen. Oh, dat is chill. Shopping star. Ja, die heb ik niet. Die heb jij, denk ik. Oh, die heeft wel Luigi. Oké, dat is gunstig. En de red star. Ja, ik ben geen enkel op een red space gekomen, volgens mij. Oeh, 3 winnaars. 3 winnaars. Nee, dan ben ik echt laatste. Maakt niet uit. Dit spel, jongen, dit potje. Ja, dat komt omdat ik geen 1 keer op mijn rooien ben gekomen. En jullie waarschijnlijk allemaal 1 keer. Oh, jij hebt gewonnen? What the fuck? Sander, het staat 3-0. Hoe voel je je nou? Hij heeft gewonnen? What the fuck? Op 6 coins, hè? Wow, yo, Daisy. Zie die minigames? Oh, ik ben 2 keer opgekomen. Oh, dat wist ik niet eens, joh. Iedereen bedankt voor het kijken van de stream. Mocht je dit terugzien op YouTube, ik weet niet of er nog ooit een deel komt. Dat is al de 3e keer dat ik heb gewonnen van Sander. Ik weet niet of hij nog een keer durft. Maar ik vond het wel heel leuk. Hoe vond jij het? Ah, het was wel gezellig. Ja, nou, dat is fijn. Durf je nog een keer met mijn Mario Party te doen? Weet ik niet. Oh, dat klinkt niet heel erg enthousiast, hoor ik al. Nee, man. In ieder geval, bedankt voor het kijken.
haast nog meer zin in een 3 uur tutorial met jou te spelen. Ah, oké. Okay, ja, ja. Nou, die komt ook. Bedankt voor het kijken. Adios amigos. Joujou.